Welkom bij ons 81ste minuutje vriendschap. Iedere vrijdag bij Podium Harlingen TV. Begin dit jaar sloot dichter des Vaderlands Tseer Bruinja zich aan bij onze karavaan van de vriendschap. Met een gesigneerd exemplaar van zijn bundel Ik ga donker maken in de bossen van. Met onder andere een ode aan zijn overleden vriend Alexander Hutchison, een Schotse dichter. En nu is er springtij. Documentaire poëzie over TBS'ers, met wie Bruinja deze zomer persoonlijk sprak. Mooi en interessant. En een van de gedichten gaat in de kern weer over vriendschap. Over het belang van omzien naar elkaar. Over groei in de ander kunnen zien. Want niemand kan het alleen en zeker niet in een TBS-kliniek. X weet het ook niet meer. Ik was iemand die ervoor gezorgd heeft dat ik hier terecht ben gekomen. Ik wil niet de indruk wekken dat het altijd aan de ander ligt. Ik was verslaafd. Ik ben er 15 jaar vanaf. Ik ben geen leider. Ik ben iemand die de schuld krijgt. Ik heb de naam gekregen dat ik een groep ontwricht. Dat ik het team ontwricht. Ik vind het moeilijk om kwetsbaar te zijn. En ik ben bang dat ik overlopen word. Ik weet niet meer hoe ik met mensen om moet gaan. Ik vind dat het strafbaar gesteld moet worden wanneer iemand niet zegt hoe hij mij ervaart en daarmee de beeldvorming over mij beïnvloedt. Het lijkt erop dat je helemaal perfect moet zijn om geholpen te kunnen worden. Ik sta altijd 10-0 achter. Ik heb altijd gedacht dat ik die 10-0 zou kunnen inhalen. Ik ben blij dat iemand ziet dat er bij mij groei is ontstaan. Als ik alles zelf zou kunnen aanleren, zou ik hier niet zitten. Nou, tot zover. Tot volgende week. Tot de kerst.